Dit is wat er over is van het graf. Een van de dochters werd gisteren gebeld door een bekende. Diegene had die ochtend het beschadigde graf ontdekt. Ik heb met de nabestaanden gesproken en ze zijn vooral kwaad. Kwaad dat het graf van juist hun familieleden zo zwaar beschadigd is nu. En ze snappen ook niet hoe het kon gebeuren en vooral niet waarom dit gebeurd is. De schade aan het graf wordt vergoed door de verzekering van de kerk. Er is bij de parochie geld beschikbaar voor grafschennis. Het kerkbestuur van de parochie hier ziet wel vaker schade aan graven, maar nooit eerder zagen ze schade die gemaakt is met een voertuig. En misschien nog wel het meest opmerkelijke in deze zaak is dat de daders met dat voertuig hier door dit hek zijn moeten rijden om uiteindelijk daar dat graf aan het gangpad van de begraafplaats te beschadigen. De politie gaat ervan uit dat er opzet in het spel is, maar zegt ook dat het waarschijnlijk geen gerichte actie naar de familie is.